Het is eindelijk zover. Het partijtje gaat beginnen. Laten we eens even kijken hoe de boel erbij hangt. Hé, gezellig. Het soireetje gaat van start. Dus even kijken of de adepten van de aloude volksport bij Covet wel weten hoe het heurt. Chic hoor. Chic hoor. Dames, we gaan nog een mooi feestje van maken, toch? Ja. Precies. Of een partijtje moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Ja, een heel partijtje. Ja, een partijtje. Wat Amy ten Haven zou zeggen, een partijtje. Kijk, dat kan ons zeer behagen. De fashionista's weten hoe het heurt. Maar hoe zit het met den heren? Wij weten hoe het heurt. Jazeker. Wij hebben ons keurig gekleed, netjes gedragen en zoals het heurt, geen horloge. Heel goed. Maar wel, in stijl. Een manchette van Couette. Ik heb gewone manchetknopen, want ik had ook nog Eagles manchetknopen, maar dit zijn gewone. Zoals, maar dat hoort natuurlijk wel bij een feest als dit. Dus die heb ik vanavond aangetrokken. En we gaan het allemaal meemaken met elkaar, hoor. Dus ik denk dat we er namens Couette wel een heel mooi feest van gaan maken. Geen twijfel erover, gaat helemaal goed. En zo hoort het ook. En zo hoort het. Hé, fijn. Zo'n zelfverzekerde attitude. Eens even kijken of onze coiffure barones en haar couture collega al een oordeel hebben kunnen vellen. Ja, ik heb echt mijn ogen uitgekeken, want ik zie echt dat iedereen het beste heeft gedaan. Ik heb één mevrouw gezien die echt haar super mooi had. Nee, ik ben helemaal tevreden. Nou, super, hartstikke leuk. En jij even, wat heb jij allemaal gezien? Ja, voor de kleding eigenlijk hetzelfde. We hebben heel veel verschillende outfits gezien, zowel lang als, maar ook kort. Wat we zeiden, dat mag ook bij Black Tie, mag je cocktail. Dat hadden echt ook wel een aantal dames gedaan. En juist het verschil was ook heel leuk. Maar iedereen had de zorg aan besteed. Amy Groskamp ten Haven kan trots zijn op de Koekstadkakkers. Zo was ook menig jurk min of meer gedecolleteerd. Je hebt wel een hele bijzondere jurken. Mooi hè? Prachtig hè? Ja. Hoe kom je eraan? Heb ik van een vriendin van mij. Hij staat je echt heel goed. Dankjewel. Heb je speciaal uitgezocht voor haar 10-jarig bestaan? Ja, zeker. Het spel voor vanavond. Ja. En samen met Female Fusion en zangeres Maan was het soirée dansant één grote brok positiviteit. Hoewel. Het was een bijzondere week. Deze week voor Coed Eagles. Wel fijn om dan even wat spanning los te laten. Oh, nog spanning los te laten. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Het is niet de eerste keer dat we door zo'n periode gaan. En ongetwijfeld gaan we er ook weer goed doorheen komen. En het is niet zozeer dit om de spanning er vanaf te feesten of iets dergelijks. Het is op zichzelf een geweldig feest. En we gaan er met z'n allen heel erg van genieten. Een rot weekje mag de pret niet drukken. Gelukkig maar. En ze dansten en ze dansten. Met af en toe een changé. Nou, valt wel mee. Het mooiste is dat ik een Nike soldje in heb, jongens. Oh. Ze waren te groot. Dus. Nou, ik vind het wel praktisch nagedacht. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, wel even aan de goede voet natuurlijk. Hoe heurt het eigenlijk bij Couette? Kijk terug op een geweldig gala. En bij ons gaan de voetjes nu even omhoog.